Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes nummer 1336 met een uitzending van vandaag 25 juni 2018. Dit is het bulletin van maandag. Gisteren was er geen uitzending, ik had onverwacht bezoek en die bleef maar even en ik heb daarom besloten de Daily Minutes van de dag ervoor te herhalen. Omdat ik hierdoor wat interessante berichten heb gemist, zit de helft van wat anders de uitzending van gisteren zou zijn geweest aan het eind van deze uitzending, die daardoor voor een deel in het Engels is. Het tweede deel, inclusief de column van Onno, VK6FLAB, zend ik morgen uit. Vandaag is er verder data, bijzonder, 4 datasignalen met in totaal zo'n 2200 woorden in de uitzending, die zoals altijd slechts ongeveer 2 seconden duurt, waarbij meer dan 40% van die tijd ook nog eens gevuld is met synchronisatiesignalen. Er is 3x8 PSK-modus, de enige die BPSK is. BPSK wordt ook wel PSK genoemd, dat is de datafrequentie van 600 Hz, die is BPSK 250. De rest is dus 8 PSK. De modus en frequenties zijn als volgt. Ik begin met de hoogste, 8 PSK 1000 bij 2750 Hz. 8 PSK 1000 bij 2750 Hz en dat loopt van 2250 tot 3250. De tweede is 8 PSK, ook 8 PSK op 1300 Hz, 8 PSK 1000 moet ik zeggen, 8 PSK 1000 op 1300 Hz. Dat signaal loopt van 800 tot 1800 Hz. De derde is, zoals gezegd, BPSK 250, die zit op 600 Hz, BPSK 250 op 600 Hz en dat is van 475 tot 725 Hz. Ten slotte hebben we dan nog 8 PSK 125, 8 PSK 125 op 375 Hz. 375 Hz, dat loopt van 312,5 tot 437,5. Ja, het opnoemen van de details van de data duurt in elk geval veel langer dan de 2 seconden die het duurt om het uit te zenden. Ik kan nog eens niet elke dag dit soort gecompliceerde signalen uitzenden. Het maken van het 2 seconden blokje van daarnet was behoorlijk tijdrovend. Daarbij leidt het ook heel gemakkelijk tot fouten, dus je moet heel secuur werken. We beginnen vandaag met de herhaling van deel 8 van de serie over onze radiohobby, gevolgd, zoals gezegd, door een deel van het gisteren niet uitgezonden nieuws van de ERRL, bij wijze van uitzondering op de maandag in het Engels. Parts of this bulletin will be in English. Vandaag deel 8 van de serie over de historie van onze zendhobby. Vorige keer waren we in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog aangeland. Inmiddels ben ik erachter dat ook in de VS, nadat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog daar het zendamateurisme werd opgeschort, er een soort van oorlogsamateurvergunning bestond onder de naam War Emergency Radio Service, door de Amerikaanse overheid opgezet. Deze amateurdienst bleef actief tot 1946. Een heel tragische gebeurtenis uit de oorlog was ook de arrestatie van de Poolse priester Maximilian Kolbe, SP3RN, door de Duitse bezetter. De Duitsers gingen er onterecht van uit dat Kolbes amateuractiviteiten betekenden dat hij betrokken was bij spionage. Hij werd om die reden op 28 mei 1941 op transport gezet naar Auschwitz. In datzelfde jaar ontsnapten 10 gevangenen uit Auschwitz. 10 gevangenen die daar zaten zouden vervolgens werden gedood als genoegdoening, CQ wraak. De priester en zendamateur vond daar de dood toen hij zich opwierp als vrijwilliger om de plaats van een van de veroordeelden in te nemen. SP3RN werd in 1982 heilig verklaard. Sint Maximilian Kolbe wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk sindsdien beschouwd als beschermheilige van de zendamateurs. Na de oorlog kwam het zendamateurisme gaandeweg overal weer op gang en brak er een periode van een grote hoeveelheid beschikbare surplusapparatuur aan die door amateurs dankbaar voor ombouw en gebruik op de amateurbanden werd gebruikt. De gecombineerde 10 en 11 meterband liep in die tijd nog van 27 tot 30 megahertz. In 1947 raakten de amateurs de bovenste 300 kHz van die band kwijt, waardoor 10 meter ook nu nog 29,7 als bovenste bandgrens heeft. Tijdens de jaren 50 vestigde zich het gebruik van enkel zijband bij amateurs en raakten een aantal amateurs geïnteresseerd in ruimtevaart, bijvoorbeeld door het in 1957 ontvangen van de signalen van de Sputnik. Amper 4 jaar na de lancering van de Sputnik, in 1961, hadden de amateurs al hun eigen satelliet, de Oscar 1.
Belangrijk in de jaren 50 was verder het internationale geofysische jaar. In dat jaar zorgden amateurverbindingen er bijvoorbeeld voor dat het Amerikaans marinepersoneel dat gestationeerd was in Antarctica met het thuisfront in contact kon komen. Telefoonverbindingen waren er voor de manschappen nog niet beschikbaar, maar omdat Amerikaanse amateurs mochten phonepatchen, dat wil zeggen telefoonverbindingen voor derden verzorgen, wat hier in Europa volkomen ondenkbaar was, daardoor konden zij die rol vervullen. Het International Geophysical Year duurde van 1 juni 1957 tot 1 november 1958 en het was voor amateurs net als andere aan de wetenschap gelieerde hobby's en voor de wetenschap zelf natuurlijk een interessant jaar. Het IGY is ook bekend van het nummer van Donald Fagen van Steely Dan. Het IGY markeerde het einde van een periode in de Koude Oorlog waarbij er tussen Oost en West nagenoeg in het geheel geen interactie tussen wetenschappers plaats kon vinden. Tijdens het IGY werd ook de Sputnik gelanceerd. Het IGY viel verder heel strategisch samen met de top van zonnevlekkencyclus nummer 19. En veel ontdekkingen tijdens dat jaar hadden met de ionosfeer en met de ruimte rondom de aarde te maken. De Van Allen stralingsgordels werden bijvoorbeeld uitgevonden, maar ook dingen als de voor aardbevingen zeer belangrijke dynamiek tussen de tektonische platen. Onderzoeksdoelen van het IGY waren aurora, nachtelijk hemellicht, kosmische stralen, aardmagnetisme, zwaartekracht, fysica van de ionosfeer, precisienavigatie, meteorologie, oceanografie, seismologie en zonneactiviteit. Er deden 67 landen mee. In het volgende deel de historie van de 70 MHz band 4 meter die nauw verband houdt met het IGY. This is ARRL Audio News, your weekly summary of news highlights from the world of amateur radio. I'm Carla Pereira, KC1HSX, and these are our stories for Friday, June 22nd. Each year, as ARRL Field Day approaches, state and local governments traditionally take advantage of the opportunity to honor amateur radio in the form of various proclamations. This year is no exception. As of press time, the following states and municipalities have issued amateur radio proclamations: Alabama, Idaho, Massachusetts, South Carolina, Washington, the town of Orange Park, Florida, the town of Cicero, New York, the city of Goose Creek, South Carolina, the city of Midland, Michigan, Volusia County, Florida, and Hancock County, Ohio. More than 1,400 clubs and groups in the U.S. and Canada have let ARRL know of their plans to be on the air for Field Day by registering their locations on the Field Day locator page at www.arrl.org/field-day-locator. A 100-kilowatt shortwave broadcast transmitter in Germany will be sending digital Field Day greetings to North American radio amateurs in the MFS K64 mode. This will be during the weekly music and DJ broadcast of the mighty KBC on 9925 kHz at midnight to 0200 UTC on Sunday, June 24th. The MFS K64 transmission, centered on 1500 Hz, begins at about 0130 UTC. An RSID will be transmitted just before the transmission to guide decoding software to the correct mode and audio frequency. You can send reception reports to themightykbc@gmail.com. Kosovo, which won its battle to become a DXCC entity earlier this year, appears to have another fight on its hands. International Telecommunication Union Secretary General Hulin Jao has determined that Z6 call sign prefix was never allocated to Kosovo. The Secretary General issued his finding in the wake of a March 16th inquiry from Serbia, from which Kosovo declared independence 10 years ago, the last piece of the former Yugoslavia to do so. Serbia has continued to reject Kosovo's secession. The Secretary General cited Article 19 of the Radio Regulations, which states that the management of international series of call signs is an ITU prerogative. Kosovo joins a short list of DXCC entities where radio amateurs use unofficial call sign prefixes. The list also includes Western Sahara, S0, and the Sovereign Military Order of Malta, 1A. Earlier this year, in Mission Goodwill Kosovo, the IARU Member Society Headquarters Station Z6OA mounted a massive special event operation to celebrate Kosovo's addition to the DXCC list, as well as its 10th anniversary of independence. Avenues to resolve the call sign prefix issue for Kosovo are all fraught with possible roadblocks.
In addition to possible action at World Radio Communication Conference 2019, which could run into Serbian opposition, Kosovo's telecommunications regulator could decide to assign call signs from a block the ITU is not using. The Federal Communications Commission turned 84 years old on June 19th, the FCC tweeted. The FCC came into being in 1934 as an independent agency of the federal government when Congress passed the Communications Act of 1934, abolishing the Federal Radio Commission, created in 1912 after the Titanic disaster, and transferring jurisdiction over radio licensing, including amateur radio licensing, to the new FCC. According to its website, the FCC, quote, regulates interstate and international communications by radio, television, wire, satellite, and cable in all 50 states, the District of Columbia, and U.S. territories, unquote. And it implements and enforces U.S. communications law and regulations. The FCC is composed of five commissioners appointed by the president, who must undergo confirmation by the U.S. Senate. The president designates one member as the FCC chairman. Two major expeditions are on track to make many DXers happy campers this year. Just ahead is the KH1-KH7Z Baker Island D-Expedition. The team's enthusiasm level was reported to be high as KH1-KH7Z prepared to depart Pago Pago, American Samoa, on June 20th aboard the Naya en route to Baker Island. The D-Expedition is scheduled to fire up around midnight UTC on June 28th, with 8 operating positions active on all open bands. The team will be on the air around the clock and on 20 meters continuously for the following 10 days. The KH1-KH7Z team consists of 14 operators. Baker Island is the 5th most wanted DXCC entity, according to Clublog. As reported, KH1-KH7X will employ FT8 digital mode to find openings that might not be obvious and to serve as a beacon. The KH1-KH7X group helped to develop the WSJTX software version that incorporates an FT8 de-expedition mode. The D-Expedition said using FT8 D-Expedition mode may allow the operators to expand the bands they are able to use at this point in the solar cycle. The Dateline DX Association is sponsoring the D-Expedition to Baker Island. The Pacific Islands Refuges and Monuments Office of the U.S. Fish and Wildlife Service granted the DDXA permission to land and operate on the uninhabited island. Meanwhile, the VP-6D Ducey Island D-Expedition reports that its preparations remain on schedule for its October 20th through November 3rd operation. The D-Expedition has announced that 15-year-old Mason Matrazzo, KM4SII, of Clemens, South Carolina, will join the VP-6D pilot team. In 2017, he operated from Iceland as TF-KM4SII, and in July 2018, he will operate from Curaçao as PJ2-KM4SII. The Braveheart, owned by Nigel Jolly, K6NRJ, will transport the 14-member Ducey Island team to its South Pacific destination in September, sailing from Mangareva, French Polynesia. The Perseverance DX Group is sponsoring the VP-6D DX Expedition. Ducey Island is the 26th most wanted DXCC entity, according to Clublog. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes is nadrukkelijk niet geschikt voor alle leeftijden. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1337 met een uitzending voor vandaag 26 juni 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, het is net als gisteren, omdat ik zondag geen uitzending had, haal ik gisteren en vandaag dat in. Een deel van de uitzending staat om bij wijze van uitzondering door de week in het Engels. Het eerste gedeelte van deze uitzending is overigens gewoon in het Nederlands. Dat is deel 9 over de historie van onze hobby. De data die is identiek aan gisteren. Ik had gisteren niet zo heel veel rapporten en er zat wel heel veel werk in die uitzending. Modus en frequenties, dat zijn er 4, bestaan uit het volgende. 8 PSK 1000 op 2750 hertz. Ook 8 PSK 1000 op 1300 hertz. Dus 2 keer 8 PSK 1000, 1 keer op 2750 en eentje op 1300 hertz.
Verder is er 8 PSK 125 op 375 Hz. 8 PSK 125 op 375 en BPSK, dus niet 8 PSK, maar BPSK 250 op 600 Hz. Op 600 Hz BPSK 250. Ik heb vandaag twee superkorte nieuwsberichten. Morgen tussen de middag kun je het ISS weer horen als het ruimtestation contact maakt met twee Duitse scholen. Dat is om ongeveer 10.32 uur UTC en dat is lokale zomertijd 12.32. 12 uur 32. De frequentie is zoals altijd 145.800 en je kunt het op een portootje al oppikken. Hè? Daarnaast is de nieuwste CQPA momenteel gratis te downloaden van de site van de VRZA www.vrza.nl. Ten slotte is er vanavond om 20:30 weer de D-Star-ronde, voorgezeten door Danny, PA2SNK. Oh ja, dat vergeet ik dus bijna. Deze keer zal ik hem niet vergeten. Woensdag, dat is morgen dus, om 27 juni om 2100 uur, is de 49ste aflevering alweer van de SSB-ronde op 144.345 plus minus QRM. De ronde wordt geleid vanuit Arnhem, vanuit het station PI4ANH. Dus morgen om 2100 uur rond 144.345 in Upperside. Deel 9 van de historie van het zendamateurisme gaat over de historie van 70 megahertz. We waren gebleven bij het International Geophysical Year. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was een van de meest populaire amateurbanden de 5 meter band. In Engeland, zowel als in Nederland, was dat het geval. Voor de oorlog zat die band in Engeland rond 56 megahertz. Toen na de oorlog het zendamateurisme weer werd toegestaan, was de 5 meter band in Engeland toen tussen 58,6 en 60 megahertz al snel opnieuw heel populair. Dat duurde echter niet lang, omdat de band nabij kanaal 4 in 1949 werd toegewezen aan de BBC voor televisieuitzendingen. Vrijwel tegelijk werd de amateurband daarop in zowel Nederland als in Engeland ingetrokken. In Nederland kwam daar geen compensatie voor. Amateurs verhuisden vermoedelijk naar 28 MHz en later naar 144 MHz. De RSGB in Engeland bleef echter lobbyen en na 7 jaar in 1956 kregen zij voor de verloren gegaane 5 meter band 4 meter terug. Toen nog tussen 70,2 en 70,400. Later werd dat 70,0 tot 70,500. Zendamateurs in Nederland mochten overigens tijdens het International Geophysical Year, het IGY, waar we het vorige week ook over hadden, ook gebruik maken van de 70 MHz band. Dat was echter een tijdelijke zaak. Waar de Engelsen de band mochten blijven gebruiken, hield het in Nederland weer op. Decennia lang bleef het bandje vervolgens beperkt tot slechts enkele landen. Om die reden is er ook betrekkelijk weinig amateurapparatuur die standaard geschikt is voor 70 MHz. En langzaamaan begint dat overigens wel te veranderen. Traditioneel werd er deels uit noodzaak altijd meer zelfbouwapparatuur gebruikt dan op andere banden. En daarnaast werden veel omgebouwde mobiele phones gebruikt. Lange tijd waren het alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar amateurs op 70 MHz mochten werken. Daarnaast was er Portugal, inclusief de Azoren en verder enkele gemene bestlanden. Pas toen door het uit de lucht gaan van de analoge televisie in de meeste Europese landen de lage VHF vrijkwam, kwamen er schoorvoetend steeds meer landen bij met meestal een veel kleinere allocatie dan in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar was. Een hardnekkig gerucht is overigens dat Defensie in Engeland de toewijzing voor de amateurs daar uiteindelijk mogelijk had gemaakt. Doordat de band in veel landen primair voor militaire communicatie wordt gebruikt, was de gedachte dat in het Oostblok de uitzendingen van Defensie wel door de amateurs uit Engeland overstemd zouden worden, terwijl er lokaal vanwege de skipafstand geen storingen zouden plaatsvinden. Dit gerucht is overigens altijd door de Engelse overheid ontkend. Opmerkelijk is dat het ondanks het ontbreken van repeaters, die zijn ook nu nog nergens op 4 meter toegestaan op enkele papegaai-repeaters in België na, dat het bandje altijd zo populair is geweest, met name in Engeland. Voordelen boven 2 meter zijn onder andere het grotere bereik. Daarnaast ontbreekt bij mobiel gebruik, net als op 50 megahertz, de QSB nagenoeg geheel, omdat op dit soort lage frequenties bijna geen sprake is van reflecties. En sowieso gaat de fading door de grotere golflengte heel veel trager. Verder gaan signalen op 70 megahertz veel gemakkelijker dan hoge frequenties gewoon door de bebouwing heen, ook al doordat het niet gereflecteerd wordt. In de afgelopen jaren raakte onder andere door de komst van de goedkope Chinese portofoons de populariteit van deze band in Engeland nog verder in de stroomversnelling. Sinds 1 januari 2012 hebben amateurs in Nederland dus de beschikking over een riante allocatie in deze bijzondere en zeer exclusieve amateurband. Die allocatie is als een van de weinige landen even groot als de Engelse. Aan de amateurs nu de taak om de band zowel bij goede als bij slechte condities te gaan gebruiken. Ja, ik heb deze tekst geschreven toen de band vrijkwam hier. Door de ruime toekenning is er zeker genoeg plek voor lokale QSO's, zonder dat de X'ers daarvan hinder zullen ondervinden. This is ARRL Audio News, your weekly summary of news highlights from the world of amateur radio. And now with this week's satellite update, here's Bruce Page, KK5DO. You may not be aware
Besides having the radios to complete school contacts and some random contacts, plus a digipeater on board the ISS, there's also an ARRIS ham TV system. Back in April, the transmitter in the Columbus module decided to stop working. Without a way to repair it in space, it will have to be sent in for repairs. Yes, it will be returned to Earth, be repaired, and then tested and sent back to the ISS. However, to make the round trip takes more than just placing it in a box and sending it. There has to be approval from the related space agencies as well as the cost involved. More information on the ham TV can be found on the amsat-on.be website. Thanks to Gaston, ON4WF, and the ARRIS ham TV for this story. This is Bruce Page, KK5DO, for the ARRL Audio News. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. I'm Ono of the Foundations of Amateur Radio podcast in Australia, and you're listening to the Daily Minutes by Papa Alpha Zero Echo Tango Echo. Foundations of Amateur Radio. A question that occurs more often than you might think is one related to powering your radio. It comes in a few different flavors, like, I want to install a radio in my car, how do I power it? Or, I want to operate portable, what's the best way to power my radio? Or, what power supply should I buy? There are many more versions of this, but they all come down to the same underlying challenge. I spoke about sizing a battery a couple of years ago, but that's not the only consideration. If you look at the power specifications of my Yaesu FT857D, you'll see 13.8 volt DC plus or minus 15%, negative ground, 1 amp on receive and 22 amp on transmit. Based on this, I purchased two 26 amp hour batteries and a 45 amp variable power supply. My amateur license restricts me to 10 watt, and I tend to operate using 5 watt. On receive, the actual draw, specified in the documentation at 1 amp, doesn't go above half an amp in typical use. Transmit, specified at 22 amp, doesn't go above 3.6 amp at 5 watts, and at 10 watts it's still only 4.5 amp, so my 45 amp power supply is slightly overkill, by a factor of 10. By the way, that's an FM carrier on 2 meters. Different modes and bands have different current draw. I should make mention of the duty cycle, that is the difference in time spent transmitting and receiving. 100% duty cycle means that you're transmitting all the time. 50% means half the time, and 25% means that for every minute of transmission, you'll spend 3 minutes listening. There's more to the duty cycle. In brief, AM, FM and RTTY are 100% duty cycle modes, CW is a 40% mode, and SSB is a duty cycle of 20%. So if you're listening half the time on SSB, your duty cycle is only 10%. At this point, you should at least understand that what the manufacturer says on the box and what your radio actually does is entirely dependent on your use case. I have no doubt that there is a way that I can operate my radio so it draws 22 amp. I'm not quite sure how, but I'm sure it's possible. Sizing aside, there are other things you need to consider. If you're in a car, do you wire the contraption directly to your car battery or to a secondary battery? Should it be connected directly or via the accessory switch? Should you get a DC to DC power supply or some other technology? Also, not all cars are 12 volts. Not all cars have their body as earth, and the thicker the wire between the battery and the radio, the better. My decision, given that I live in a country where distances are non-trivial, and in a state bigger than Texas, in fact, Western Australia is bigger than Alaska, Texas, and Minnesota combined, I decided that it would be prudent to make the power supply for my radio completely separate from my car. I have a toolbox in the boot. That's the trunk if your regulator is the FCC, which contains two 26 amp hour batteries. I take it out to charge and put it back when I need it. Other solutions include second batteries with disconnect on low charge circuits, manual and automatic ones, direct connect to the main battery and variations on that theme. In shacks I've seen batteries which are constantly charged connected to a radio, and dedicated power supplies bordering on being a local substation to ensure that enough of the good stuff makes it into the radio and out to the antenna. For portable operation, I've seen lithium in several different flavors, car start boost batteries, mobile phone USB batteries, remote control car batteries, and the like. If you have more than one, bring some red Velcro and use it to mark the flat battery.
One of the things you'll really only be able to learn after doing it is finding out what the noise level is that a power supply generates. A battery generally doesn't make noise, but the charger or upconverter might. Inverters are often a great source of HF noise. The cheaper, the more noise. So test before you buy. Also, none of what I've said so far considers emergency preparedness, which is a whole other topic for another day. As in any technical situation, in theory, practice and theory are the same. In practice, they're not. Be prepared to do some real-world tests, see what your friends are doing, and see what you can take away from that. My purchase of a laboratory variable 45 amp power supply was excessive, but it's likely to outlast me. The two 26 amp hour sealed lead acid batteries are very heavy, but I avoid carrying them as much as I can, and so far, 7 years later, they still last most of the weekend during a contest. There's not a one-stop solution for power, just like there isn't one for picking a radio. How do you power your radio? I'm Onno, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima Alpha Bravo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1338 met een uitzending van vandaag 27 juni 2018. Dit is de bulletin van woensdag. Vandaag zet ik deel 10, 11 en 12 uit van de serie over de historie van onze hobby. Wat betreft de data moet ik uit tijdgebrek helaas nog een keer de data van gisteren en eergisteren gebruiken. Het is niet anders. 8 PSK1000 bij 2750, 8 PSK1000 bij 1300 Hz, BPSK250 op 600 Hz en 8 PSK125 op 375 Hz. Ja, kom maar aan deel 10 over de historie van de zendhobby. We zijn met deze serie aanbeland bij het midden van de vorige eeuw. Het kan er echter geen kwaad om nog eens terug te gaan naar het allereerste begin. Want wie was nou eigenlijk die eerste radioamateur? De site electronicsradio.com probeert die vraag te beantwoorden. In de jaren kort voor 1900 werd er al druk geëxperimenteerd. Daar begonnen we deze serie mee. Mensen waren zeer geïnteresseerd in dit nieuwe fenomeen van het draadloos communiceren en er vonden zelfs openbare demonstraties plaats. Deze demonstraties waren er mede de reden van dat er buiten de wetenschap ook privépersonen zich met deze materie bezig gingen houden. Dit waren de latere zendamateurs. In de tijd dat er nog niets gereguleerd was, was er ook nog niet veel bekend. Ook wetenschappers worstelden vaak nog met hoe dat nou ging met die radiogolven, hoe het werkte en vooral waarvoor kun je ze gebruiken. Omdat iedereen zomaar een zender en een ontvanger kon bouwen en daarmee kon experimenteren, deden de mensen dat ook. Het is echter moeilijk om vast te stellen wie de eerste amateur nou echt was. Onder andere omdat er mede vanwege het ontbreken van vergunningen ook niets werd vastgelegd. En wanneer ben je een zendamateur? Als je alleen uitzendt of moet je daarvoor ook een verbinding hebben gemaakt? Het eerste amateurradiostation dat op schrift bewaard is gebleven was dat van MJC Dennis uit Londen. Dit was in 1898. Dennis hoorde over de experimenten van Marconi en als gevolg daarvan bouwde hij zijn eigen station bij Woolwich Arsenal in Oost-Londen. Dennis claimde dat hij het eerste niet-beroepsmatige radiostation wereldwijd was en bij gevolg zou je kunnen stellen dat hij de eerste radioamateur was. Er was niemand die bestreed dat hij dat was, wat zijn stelling nog extra kracht bijzet. Dennis had later als call DNX, Delta November X-ray, ja, er waren nog geen reguliere calls zoals we die nu kennen, later verhuisde hij naar Ierland, waar hij onder de roepnaam Echo India 2 Bravo werkte, waar hij bovendien de reputatie had dat hij ook de eerste zendamateur in Ierland was. MJC Dennis was in zijn bestaan ook nog de eerste voorzitter van de Ierse amateurvereniging Irish Radio Transmitter Society, IRTS. We beginnen nu met deel 11 van de serie over de radiohistorie. Nou, radiohistorie, de historie van onze hobby. In de begintijd van de amateurzenders, zo rond de eeuwwisseling van 1900 dus, waren de tijdschriften gek op amateurs. Ze kregen er niet genoeg van en dus verscheen er een grote hoeveelheid artikelen. Ook verschenen er veel boeken over het nieuwe fenomeen zenden. Die boeken en artikelen beschreven vaak praktische details over hoe de apparatuur hiervoor kon worden gemaakt. In januari 1898 was het, verscheen een tijdschrift genaamd The Model Engineer and Amateur Electrician met een artikel van Leslie Miller over details voor experimenten door radioamateurs, inclusief een beschrijving van een basale zender en ontvanger.
Het artikel had als titel Some Interesting Experiments for Amateurs. Een paar interessante experimenten voor amateurs. En het begint met de tekst. Toen amateur elektriciens in de krant lazen dat in het parlement om een bedrag gevraagd werd om experimenten te kunnen uitvoeren met de apparatuur van Marconi voor telegrafie zonder draden. En dat deskundig personeel bij de Britse Post de middelen hiervoor voor opvraag beschikbaar had, dachten deze amateurs waarschijnlijk dat dat soort testen ver buiten hun bereik lagen. Miller beschrijft in het artikel dat dit zeker niet het geval was en dat radioamateurs, of zoals hij ze noemde, radio-elektriciens, nog steeds mee konden doen en zelfs experimenten konden doen. Miller publiceerde vervolgens meerdere artikelen in de latere edities van het blad, waarbij hij aangaf dat ook hij tot deze eerste radioamateurs behoorde. Miller claimde echter niet de eerste te zijn, maar hij was zeker een van de eerste, of wellicht samen met de eerder genoemde M.J.C. Dennis de eerste. In Amerika begon de interesse met een artikel in juli 1899 in het blad American Technician, getiteld The Apparatus for Wireless Telegraphy, de apparatuur voor draadloze telegrafie, geschreven door professor Jerome J. Green. In het artikel beschreef de professor tot in detail de apparatuur benodigd voor een zender, een ontvanger, door middel van een coherer werkte die, en de antenne. Verder verscheen er een boek Draadloze Telegrafie en Hertziaanse Golven door S. Botone met een uitgebreide uitleg van de benodigdheden en hoe een zender en een ontvanger konden worden gebouwd. Voor de ontvanger werd een glazen buis gebruikt, een paar kurken, ijzer en twee koperen draden. Het was met name dit boek dat de interesse bij het grote publiek voor het fenomeen radio en voor zendamateurisme in die tijd aanwakkerde. Het is heel moeilijk om vast te stellen wie nou echt die eerste radioamateur was. Volgens sommigen was Marconi de eerste radioamateur. Toen hij met zijn experimenten begon, was hij namelijk zeker nog geen ondernemer. Anderen vinden dat professor D.E. Hughes, de eerste amateur was. Die maakte namelijk thuis een vonkzender, zonder dat hij echter wist hoe hij die signalen op een ontvanger op enige afstand weer kon detecteren. Of was het toch een van degenen die hiervoor in het onderwerp al genoemd werden? Wat wel zeker is, is dat veel mensen aan het eind van de 19e eeuw begonnen met experimenteren en dat de interesse hiervoor in de jaren daarna ook alleen maar sterk toenam. Eind jaren 90 van de 19e eeuw waren het dus wel het moment waarop onze hobby dus begon. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. Deel 12 van de serie over de historie van onze hobby gaat over onze amateurbanden. Tussen veel van de amateurbanden, maar ook bijvoorbeeld de vroegere scheepvaartbanden, zit een harmonische relatie. 80 meter is bijvoorbeeld de helft van 40 meter, 20 meter is daar weer de helft van en 10 meter ook weer. Meerdere banden lijken wat dat betreft uit de boot te vallen. In veel gevallen is daar een historische reden voor. Ook zijn er later banden bijgekomen waarbij die harmonische relatie deels is losgelaten. 15 meter is bijvoorbeeld zo'n buitenbeentje waarbij heel lang geleden van deze indeling is afgeweken. Een historische reden om deze indeling los te laten was bijvoorbeeld de komst van de televisie op de lage VHF. We noemden dat eerder al. De populaire 5 meter band, eerst rond 56 MHz en later net onder 60 MHz, moest verdwijnen toen de BBC op kanaal 4 met uitzendingen van tv begon. 5 meter is de helft van 10 meter en past dus keurig in het lijstje. Voor wie mocht denken dat het misgaat bij 2 meter, die komt dus zelf enigszins bekocht uit. Ook de 2 meter band is er later pas bijgekomen. Voor de oorlog hadden de amateurs de 2,5 meter band. Die begon net boven 108 MHz. In de Tweede Wereldoorlog, toen het zendamateurisme nagenoeg overal verboden was, werd besloten om voor de geallieerde bommenwerpers de hoogste frequentie te gebruiken, waarvoor met de stand der techniek van dat moment nog betrouwbare apparatuur gemaakt kon worden. Dat was het bandje net boven de 108 MHz. Vele duizenden bommenwerpers werden er zo uitgerust met VHF-apparatuur voor die band. Een voormalig amateurband dus. Na de oorlog was er de wederopbouw en werden de bommenwerpers vaak tot passagiersvliegtuigen omgebouwd. Om in deze opbouwfase te voorkomen dat de radioapparatuur aan boord ook moest worden omgebouwd, werd ervoor gekozen om als luchtvaartband voor de civiele luchtvaart de band te kiezen waar de meeste vliegtuigen al op konden werken. Hierdoor raakten de amateurs de 2,5 meter band dus kwijt en daarmee ook de band die in het rijtje zo goed paste. Overigens 144 MHz de band die daarvoor in de plaats kwam ook niet slecht gekozen. De 70 cm band ligt op de derde harmonische van de 2 meter band. Ook de band die de helft is van de 2,5 meter band is een amateurband. Ik heb niet kunnen vinden of de 1,25 meter band in Europa, CQ Region 1, ooit legaal geweest is. In Caribisch Nederland, dat net als de VS in Region 2 ligt, Region 2, mag deze band dus wel door amateurs gebruikt worden. In megahertz is dit 220 MHz.
70 centimeter is overigens weer, zij het bij benadering, de helft van 1,25 meter. In Region 2, waar de 70 centimeter band aan de bovenkant tot 450 MHz loopt, klopt het beter dan hier. In Region 2 is er trouwens ook nog een 33 centimeter band, die weer de helft is van 70 centimeter. Deze 900 MHz band is er echter kort na het jaar 2000 bijgekomen. In het volgende deel van deze serie gaan we in op het kwijtraken van 1 MHz van de 10 meter band, de huidige 27 MHz band, die vroeger ook een amateurband was. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1339 met een uitzending voor vandaag, 28 juni 2018. Dit is het bulletin van donderdag. Ik had geen tijd voor de data. Eigenlijk, nou ja, eigenlijk. Maar er zijn wel 2 seconden op het eind. Veldhel. Veldhel met 750 hertz. Veldhel op 750 hertz. Let op, het zijn 2 woorden. Ik begin vandaag meteen met de delen 13 en 14 van de serie over de historie van ons hobby. Binnenkort kom ik trouwens wel weer met nieuw materiaal ook. Deel 13 van de serie over de historie van onze zendhobby gaat over het kwijtraken van ruim een derde van onze oorspronkelijke 10 meter band. Een gebeurtenis die samenvalt met het ontstaan van de 27 MHz Citizens Band. Het initiatief voor een burgerband, radiocommunicatie voor familiegebruik en kleine bedrijven, gecombineerd met de mogelijkheid voor op afstand bestuurde vliegtuigen, werd in de VS al in het laatste jaar van de oorlog in 1945 genomen. De oorspronkelijke CB-band liep van 460 tot 470 MHz. Er waren 2 klassen apparatuur, klasse A en klasse B. Klasse B hoefde aan minder hoge technische eisen te voldoen, maar had ook een kleiner frequentiebereik. Pionier op dit gebied, Alfred J. Gross uit Canada, was de eerste die met zijn speciaal hiervoor opgezette Citizens Band Corporation eind jaren 40 de eerste klasse B walkie-talkies voor de band op de markt wist te brengen. Hij was een van de zeer weinigen die dat lukte. Ondanks dat er enige apparatuur voor verkrijgbaar was, bleek de hoge frequentieband ook echt te hoog gegrepen voor de techniek van eind jaren 40, begin jaren 50. De apparatuur was simpelweg te kostbaar voor gewoon familiegebruik en de apparatuur was ook niet bepaald praktisch voor gebruik door de gemiddelde burger. Senaatsleden wilden eind jaren 50 eigenlijk het gebruik van de Citizens Band, dat zo onsuccesvol was, weer beëindigen. Maar desondanks werd op 11 september 1958 een klasse D voor CB geïntroduceerd. Voor die klasse D moesten de gelicentieerde amateurs de onderste megahertz van de 10 meter band afstaan. En in een klein gedeelte van dat spectrum werden 23 kanalen voor klasse D CB gebruikers ingericht. 22 van die kanalen zaten in het deel van die band dat eerder van de zendamateurs was. Het 23ste kanaal werd toen gedeeld met radiobesturing van modelvliegtuigen. Een groot deel van de band tussen 460 en 470 MHz werd vervolgens ingedeeld voor zakelijk gebruik en voor hulpverleningsdiensten. De klassen A en B zijn nog niet helemaal opgeheven. In de VS heb je 2 systemen voor waar wij hier PMR 446 hebben. Family Radio Service, FRS, en General Mobile Radio Service, GMRS. De eerste is een rechtstreekse afstammeling van de originele klasse B Citizens Band, die met de beperking in frequentie en technische eisen en GMRS is de opvolger van klasse A Citizens Band. In de jaren 70 werd er opnieuw een amateurband in de VS door CB-gebruik bedreigd. Dat was toen er een voorstel werd gelanceerd om een nieuwe klasse E voor CB in te stellen, wat ten koste zou gaan van de 220 MHz band in de VS, de 1,25 meter band waar we het in het vorige deel al over hadden. Het was met name de oliecrisis van 1973 die de 11 meter band zijn grote populariteit bezorgde. De oliecrisis zorgde ervoor dat er een nationale maximale snelheid in de VS kwam van 55 mijl per uur. Truckers gingen hierdoor CB gebruiken om elkaar op de hoogte te stellen van plekken met speed traps, door lokale sheriffs gemaakt om truckers in de val te lokken met de hoge snelheden. En ook werden via CB de plekken met de laagste brandstofprijzen gedeeld. Daarnaast werden de bakjes door de truckers gebruikt om actie te voeren of bij grote stakingen. De populariteit bij de truckers bezorgde de bakkies een grotere algehele populariteit, die nog extra werd aangewakkerd door tv-series als The Dukes of Hazzard uit 1979 en het gebruik van bakkies in films als Smokey and the Bandit en Convoy, respectievelijk uit 1977 en 1978. Ook kwamen de bakkies geregeld in popsongs in de VS voor. Verder waren er in die tijd beroemdheden die op 27 MHz actief waren. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld First Lady Betty Ford, de echtgenote van president Gerald Ford, die de roepnaam First Mama gebruikte, en de bekende voice actor Mel Blanc, hier vooral bekend van de stem van Fred Flintstone, die met roepnamen als Bugs of Daffy actief was. De stemmen van Daffy Duck en Bugs Bunny werden inderdaad, net als Tweety Bird, Speedy Gonzales en nog veel meer, ook door Blanc verzorgd.
In de VS was aanvankelijk het gebruik van een roepnaam die op de vergunning vermeld stond verplicht. Iedereen negeerde deze verplichting echter en gebruikte een zelfverzonnen call. In de jaren 70 en 80, toen de Citizens Band op zijn populairst was, breidde dit initiatief zich over de hele wereld uit, waarbij in veel landen precies of bijna precies de kanalen uit de VS werden overgenomen. Soms met kleine verschillen, zoals in Polen, waar alle kanalen 5 kHz lager in frequentie zitten. Er zijn ook landen met CB-banden op UHF 470 of op 800 MHz. Dit is deel 14 van de historie van onze zendhobby. We naderen de huidige tijd en daarmee misschien ook wel het einde van de historie. Nou ja, dat gaat gewoon door, maar in ieder geval het einde van de mogelijkheid om het daarover te schrijven. Maar goed, het is toch niet helemaal waar ook. Er zijn nog genoeg zaken die we nog niet hebben uitgediept. Ik hoop dat ik er genoeg over kan vinden. Maar wat ik zelf graag ook nog zou willen doen, is wat meer duiken in de historie van de legendarische amateurmerken. Sommigen spreken daarbij wat meer aan dan anderen. Collins, Heathkit en Allocraft zijn merken waar ik zelf graag wat mee zou doen. Misschien is het wel omdat de Japanse apparaten vooral zulke goede werkpaarden zijn. Haast iedereen wilde wel een Heathkit of een Collins in de tijd en in mindere mate een Atlas, toch ook een uit de VS komend merk. Ik ga, als ik daar aan toe ben, gewoon op deze merken researchen en ik zie wel hoe lang het graven in die merken interessant blijft. Vandaag ga ik wat mijlpalen uit de amateurhistorie behandelen en wel vooral vanuit een Europees perspectief. Zo'n overzicht is ook heel goed om inzicht te krijgen in hoe oud bepaalde ontwikkelingen zijn die we nu vaak heel gewoon vinden. Ik begin daarmee in 1946. In dat jaar vonden in de VS de eerste verbindingen door amateurs plaats op de 10 GHz en de 21 GHz band. Die laatste band is later vervangen door de huidige 24 GHz amateurband. De eerste maanreflectie-echo's door amateurs werden in 1953 waargenomen. En de eerste tweewegverbinding via de maan door amateurs vond 7 jaar later in 1960 plaats. We noemden het eerder al, in 1961 werd de eerste amateursatelliet gelanceerd, Oscar 1. Deze werd in 1962 gevolgd door Oscar 2. Beide amateursatellieten waren passieve satellieten, dat wil zeggen ze hadden alleen een bakenzender aan boord en geen transponder. De eerste amateursatelliet met een lineaire transponder, Oscar 3, die kwam er in 1965. Om aan te geven hoe bijzonder dat was, Oscar 1 en Oscar 2 waren satellieten zoals Sputnik dat ook was. Tussen Sputnik en Oscar 1 en 2 zaten respectievelijk 4 en 5 jaar. De eerste amateurcommunicatiesatelliet met een transponder was dus Oscar 5 in 1965. De allereerste communicatiesatelliet überhaupt, dat was een militaire satelliet genaamd Courier 1B in 1960. De eerste burgercommunicatiesatelliet was Telstar 1. Die werd gelanceerd in 1962, slechts 3 jaar eerder dan de eerste amateurcommunicatiesatelliet. In 1965 ook, dus midden in de Koude Oorlog, vond via Oscar 4 de eerste amateurverbinding plaats tussen de VS en de Sovjet-Unie. Verder was 1975 het jaar van de eerste rechtstreekse verbinding tussen 2 amateursatellieten. Dit alles laat zien hoezeer amateurs bij een ontwikkeling als ruimtevaart voorop lopen. In de volgende aflevering behandelen we de belangrijkste mijlpalen van 1975 tot aan recent. Het meest recente wapenfeit is daarbij de eerste amateurverbinding door middel van reflectie, niet via de maan, maar via de planeet Venus. Die verbinding vond in 2009 plaats. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Vandaag beginnen we aan een nieuwe rubriek, de Ham Horoscoop. Ja, je hoort het goed. Daily Minutes heeft na een uitgebreide speurtocht een sterrenwichelaar gevonden met een achtergrond in de amateurwereld, die vanaf nu iedere dag een horoscoop voor amateurs met een bepaald sterrenbeeld zal trekken. Vandaag de horoscoop voor schorpioenamateurs. Schorpioenamateurs zijn geboren tussen 24 oktober en 22 november. Cursus verlopen harmonieus en advies, zoals je van bijvoorbeeld een ervaren mede-amateur krijgt, zal op maat gesneden blijken te zijn. Een idee over je antennesituatie moet waarschijnlijk worden herzien. Je bent bij lokale verbindingen graag gezien bij je etervrienden. Ze lijken je overal te kunnen vinden. Ga dit weekend in op uitnodigingen en verras jezelf door eens een amateurband of een modulatiesoort te kiezen waar je niet zo vaak komt. Of je nu wilt of niet, je moet je aandacht richten op die ene zaak in je amateurstation waar iets aan schort. Maak daar dus ook tijd voor vrij. Het belooft een druk en productief weekend voor je te worden, ook op het niet-amateurfront. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
Dit is Papa Alpha. Die ken ik niet. Dit is Papa Alpha 0. Die ken ik niet. Ja, laat me nou even, joh. Natuurlijk kennen we die wel. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango. Nee, die ken ik niet. Nee. Ik geef het op. ja, mooie boel. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1340 met een uitzending voor vandaag, 29 juni 2018. Dit is de bulletin van vrijdag. Data vandaag zijn 3 signalen, 8 PSK 1000 op 2700 hertz, 8 PSK 1000 op 2700 hertz. De volgende is ook 8 PSK 1000, die zit op 1200 hertz, 8 PSK 1000 op 1200 hertz. En dan BPSK 250 op 500 hertz. Die laatste, BPSK 250 bij 500 hertz dus, kun je ook op een smartphone ontvangen met de microfoon van de telefoon, desnoods voor de speaker met het datageluid. Vandaag is de hele uitzending gevuld met deel 15 van de serie over de historie van onze radiohobby. Die serie is een herhaling van 1,5 jaar geleden. Komen we bij deel 15 van de historie van onze hobby. In deel 14 vorige week had ik het over een aantal wapenfeiten tot aan 1975. In 1975 werd de eerste verbinding op 24 gigahertz gemaakt. Dus ook in hetzelfde jaar de band die in de plaats kwam van de 21 gigahertz band. De first ging naar 2 Engelse amateurs. De eerste verbinding tussen een amateur op aarde en eentje in de ruimte vond in 1983 plaats met een astronaut in de Space Shuttle. In 1984 vond in Zwitserland de eerste amateurverbinding plaats in de 47 gigahertz amateurband. Een jaar later waren het opnieuw Zwitserse radioamateurs die de first maakten op 76 gigahertz. 7 jaar daar weer na, in 1992, maakten Duitse amateurs het eerste QSO op 145 gigahertz. Let wel, niet megahertz, maar gigahertz, 1000 maal zo hoog in frequentie als de 2 meter band. De golflengte niet 2 meter, maar 2 millimeter. Een kwartgolf is voor die band dus een halve millimeter. Maar het kan altijd nog hoger, want een jaar later waren het opnieuw Duitse amateurs die de first maakten op 241 gigahertz. Een golflengte dus van 1,2 millimeter. Om aan te geven hoe bijzonder dat laatste was, deze verbinding in 1993 was de eerste verbinding wereldwijd in deze 1,2 millimeter band. Die zoals gezegd in Duitsland plaatsvond. De eerste verbinding op 241 gigahertz in Engeland was op 22 februari van dit jaar in de Daily Minutes te horen. De first in Engeland op die band vond plaats in februari van dit jaar. 23 jaar nadat dit in Duitsland lukte. Ik heb nog één first uit die periode en dat was in 2006 de ontvangst door amateurs van een signaal op 14,7 miljard kilometer afstand. Het betrof het signaal van de Voyager 1 zonde op 8415 megahertz, dus 8415 megahertz. En de ontvangst van dit signaal vond plaats door AMSAT Duitsland, waarbij gebruik gemaakt werd van een schotel met een diameter van 20 meter, die eigendom is van de Sterrenwacht in Bochum. De laatste meldpaal die ik noemde, dat was de eerste verbinding via Venusreflectie, maar die had ik vorige week al genoemd. Als je praat over de historie van onze hobby na 1975, dan zullen veel van de huidige amateurs zich deze historie nog levendig kunnen herinneren. Belangrijke ontwikkelingen van de jaren 70 zijn er denk ik 2 zaken. De eerste daarvan is de opkomst van de Japanse amateurmerken. Merken als Yaesu en hetzelfde merk dat vanuit Zwitserland verkocht werd onder de naam Sommerkamp. En ook Kenwood en Standard hadden in het begin een slechte naam. Voor een deel was dat sentiment, voor een deel was het ook werkelijkheid. De Japanse apparaten hadden de naam goedkoop te zijn, ruis te produceren en slecht tegen sterke signalen te kunnen. Vanuit de VS zouden de goede merken komen, maar ook in de VS had je goedkope merken die niet in alle opzichten goed waren. Een andere belangrijke ontwikkeling was de komst van de FM-repeaters. Repeaters waren er eerder ook wel, maar vooral experimenteel. De eerste vergunningen voor repeaters stammen in Nederland voor zover ik weet uit de eerste helft van de jaren 70, vermoedelijk rond 1972. Toen ik zelf in 1975 amateur werd, waren er 3 FM-repeaters in Nederland die een legendarische status hadden en ook een heel groot bereik. PI3ALK zat in die tijd op 145-800 MHz en ging open met een 1750 Hz piep, net als de meeste repeaters in die tijd. PI3FLE die zat op een schoorsteen van de elektriciteitscentrale in Lelystad en werkte op 145-675 met een karakteristieke rotjepiep die in nadagen van de repeater steeds meer vreemde effecten ging vertonen. PI3AMR die zat op 145-650 op de AMR-centrale, waar de repeater overigens zat totdat deze als indirect gevolg van de gebeurtenissen op 9-11 in de VS en de verscherpte veiligheid op die plek vervolgens de plek moest verlaten. Er was in die tijd ook een zeer krachtige lineaire transponder, dat was PI3UHF. Die zat in Oosterbeek met een eindtrap met 2 vuurtorenbuisjes, 2C39 en volgens mij 2 gestekte klaverbladantennes. Die transponder die had een uitgang op 145-450, net boven de latere D-kanalen. En die was bij mij bijzonder sterk.
van 145, 430 tot ongeveer 470 was bij mij tussen de S7 en de S9 ruis te horen van de transponder. Ongeveer in het midden van de door de transponder doorgegeven band zat verder een baken. Die zat rond 450 en die zond in langzame morsen de call PI3UAF uit. Ik weet niet of die daarnaast nog meer informatie uitzond. 70 centimeter was in die tijd overigens een band waar nog geen apparatuur voor te koop was. Apparatuur als PMR en LPD stammen van zeker 10 jaar daarna. Wel kwamen er uit de surplusmarkt soms UHF-mobielefoons, maar die waren ook uiterst zeldzaam. Het meeste verkeer op 70 centimeter vond plaats door mensen die in de X geïnteresseerd waren in SSP of CW door middel van transfeurters die vanuit 28 of 144 MHz werkten en die door mensen vaak zelf gebouwd werden. Verder waren er ATV-amateurs ook met zelfbeapparatuur. In die band. PI3UHF had een ingang zowel op 70 centimeter als op 23 centimeter. Karakteristiek was dat een paar keer per minuut, als ik me goed herinner, dat er even een zoomtoontje voorbij kwam. Dat zoomtoontje werd veroorzaakt door een radarsysteem op 23 centimeter, volgens mij gebruikt door de vluchtleiding van het vliegverkeer boven Nederland. Voor wie dat niet weet, het verschil tussen een repeater en een lineaire transponder is dat een repeater doorgaans alleen FM doorgeeft, of een van de digitale modus, en een lineaire transponder een stuk van een amateurband. Bij zo'n transponder maakt het niet uit of je CW instopt, of SSB, of FM, of DMR, of welke andere modus ook. Als de bandbreedte binnen de door de transponder doorgegeven bandbreedte past, wordt het signaal doorgegeven. Een andere eigenschap is dat een transponder meerdere signalen tegelijk kan doorgeven, waarbij het zendvermogen gelijkelijk verdeeld wordt over de gebruikers. Transponders hebben vrijwel altijd een AGC en daarom moet je oppassen dat je niet te veel zendvermogen gebruikt op de ingang, anders maak je de transponder doof voor de andere gebruikers die minder hard door de transponder worden ontvangen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes is nadrukkelijk niet geschikt voor alle leeftijden. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report number 2122, the release date of Friday, June 27, 2018, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Field day is gone. The World Radio Sport Team Championship looms large, and the International Space Station eyes new radios. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2122 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, here's Stephen Kinford, N8WB. We open this week's newscast with a question. Are you ready for the World Radio Sport Team Championship? Ed Durant, DD5LP, found some people who are. The WRTC 2018 is a family event. The Amateur Radio World Championship in Germany can attract whole families. Here's an example from Chemnitz. Rita Gerner, DG0EQ, her OM, Carsten Gerner, DG0JCG, were able to inspire their son, Tim, a shortwave listener, to volunteer with them to help on the WRTC. Rita and Carsten have been licensed since 1992 and participate in field days and other activities with their local club. The prospect of experiencing their field day atmosphere, which is always very enjoyable, at the World Championships was reason enough for the family to apply to help out as a team. Rita and Tim Gerner look after the competitors. Carsten Gerner assumes the coordinating role of the so-called site manager and said, "In the club, we spoke extensively, once the venue was announced, about how we could help. You have to be part of a world championship when it takes place in your own country. That was very clear to us." Although the family team was prevented from attending the test days in the Wittenberg-Jessen region last year, they are looking forward to their tasks in July. "It's going to be a great experience and we'll do everything we can to make sure competitors and referees feel comfortable on our site," says Rita. "And getting to know the best contesters in the world and being able to look over their shoulders will be really great," said a delighted Carsten. Tim Gerner, who
who caught the radio bug as an SWL, is still in the stress of exams at school, but soon will complete a course for his ham licence. Creating the best conditions for the competition teams was one of the most important tasks in the entire organisation. The organising team also wanted to offer opportunities to around 370 helpers that they gain new experiences and meet interesting people. For Amateur Radio Newsline, this has been Ed Durand, DD5LP. It's been a big season for ham radio gatherings and amateurs on the Pacific Northwest. Just had one of their own, as we hear from Kevin Trotman, N5PRE. Add to the list of large successful amateur radio gatherings this year, CPAC. Held at the Seaside Convention Center in Oregon, it is billed as the Northwestern United States' largest ham convention. Delvin Bunton, NS7U, event chairman, said that by the time it concluded on June 2nd, more than 2,000 hams had come in from the Pacific Northwest, including Canada, as well as Nevada, Hawaii, Idaho, Connecticut, and even Great Britain. The event kicked off with an all-day workshop on antenna modeling, as well as emergency communication and preparedness. The weekend seminars covered a range of subjects from the solar eclipse to nurturing your hometown club and helping it grow. The ARRL's division and section leaders attended from the Northwest Division's six sections. Looking to the future, CPAC-hosted guest speaker Steve Hicks, N5AC of Flex Radio Systems, at the Saturday night banquet. Two amateurs from the Northwest also landed in the spotlight as recipients of the Mickleyburg Memorial College Scholarship. They are Joseph Boyd Jr., KG7ULU, and Joseph Heil, KF7FME. The scholarship is provided each year by the Oregon Tualatin Valley Amateur Radio Club. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE. In Melbourne, Australia, some students can't wait to get to class. Robert Broomhead, VK3DN, tells us why. Students are known for asking tough questions. Just ask any teacher. In mid-July, however, some questions from kids at one Melbourne, Australia school can be expected to rise to a whole new level, more like 200-plus miles above the Earth. Where will they find the answers? Hopefully, aboard the International Space Station, where they'll be talking to the Essex Heights Primary School somewhere between July the 16th and the 22nd. The connection will be made via Telebridge, which involves an amateur radio ground station elsewhere, establishing the contact and then facilitating the conversation via phone patch. The school's website describes the occasion as both a school and a community event. So bring on those questions. Organisers have indicated that the astronaut addressing the curious youngsters is likely to be either Ricky Arnold, KE5DAU, or Serena Ornon-Chancellor, KG5TMT. No doubt the students are looking forward and looking up. For Amateur Radio Newsline, I'm Robert Broomhead, VK3DN. To keep those space station communications open, new radios are needed, as we hear from Paul Brown, WD9GCO. The current amateur radio equipment on the International Space Station dates back to the year 2000, and after 18 years in conditions the designers never originally considered, components are beginning to fail. The biggest problem is that you can't just pop up there on a Saturday morning after breakfast to fix or replace the gear, because it's 250 miles straight up, moving at 17,200 miles per hour. However, the amateur radio on the International Space Station Organization, or ARIS, is working on new gear that will be flown up to the ISS beginning later this year. I spoke with Dave Taylor, W8AAS, who is the U.S. Operations Manager for ARIS, about what's been happening. Right now, all we have is the Kenwood in the Russian module, and that was not originally set up as ARIS equipment, but belongs to the Moscow Aviation Institute, and they've been using that for various tests. People have seen their MAI SSTV experiments from time to time, and we use that for our voice contact with the schools. Taylor said that getting the packet digipeater back on the air is the first priority. The existing packet module has failed, and attempts at remote troubleshooting have been unsuccessful. We were able to come up with another copy of the packet module. It was built at the same time, so it dates back to 2000. We replaced the backup battery in it, did some tests, it's still working. And because it is identical to what was up there, paperwork is minimal. Minimal is still a lot, but it's a lot less
than it would have taken if it was new hardware. Next will be a replacement for the primary radio system in the U.S. module, says Taylor. Interoperable radio system is going to be a customized Kenwood TM-D710 unit. Kenwood donated the radio and also a lot of software design and engineering time to modify the hardware and the software specifically to Aeris needs. So we will have that radio and a ham-designed multi-voltage power supply, which will supply the Kenwood radio. It will provide power for the MTV and several other things that we might want to do in the future. For many hams, myself included, Aeris combines two passions into one, space exploration and amateur radio. It's hard to say how cool it is to stand outside at night and watch the space station go over and listen to it at the same time. If you wish to donate or just want more information, please visit their website at www.aris.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. The space station also made news recently for another reason. Here's Ed Durant, DD5LP. Europeans were experiencing some space QRM in late June. No, it wasn't from Mars or Jupiter or even the Sun. It came from the International Space Station. Operators across Europe heard English and Spanish stations on the 2-meter FM calling frequency of 145.5 megahertz. Was this some special tropo propagation that lasted in bursts of 10 to 15 minutes? But why didn't the stations respond to calls? What happened was that after testing some yet-to-be-launched satellites inside the ISS, the Kenwood transceiver was left on in crossband repeater mode and somehow had been set to 145.5 rather than the usual 145.8 MHz output frequency. It went unnoticed, except by a few avid ISS followers who happily used it for a couple of days until it was turned off by the astronauts. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the W6CDW repeater at Lake Elsinore Peak in California on Tuesdays at 6:30 p.m. local time. CW enthusiasts are no stranger to the name Jack Curtis or his eponymous Curtis Morris Keyership. The man who gave hams a new way to key Morris code has become a silent key. Here's Andy Morrison, K9AWM, with more. The radio amateur who revolutionized CW keyers with the use of an IC chip has become a silent key. Jack Curtis, K6KU, formerly W3NSJ, was the father of the Curtis Morse keyer chip, reshaping the way keying could be done with the use of memory. His first chip, known as 8043, was released in 1973, followed by a series of others, ending with a 20-pin chip in 1986. The 20-pin chip incorporated A or B iambic modes and an output for a speed meter. His chips found their way from commercial keyers into commercial amateur rigs and were popular in homebrew projects as well. The Pennsylvania native and electrical engineer worked for Sperry Rand and later Corning Glass after serving in the Navy. His side business, Curtis Electro Devices, was founded to market his Morse code iambic keyer and later provide memory chips for the emerging cellular industry. The company closed in 2000. At the time of his death on June 4th, he was a resident of Granite Bay, California. Jack Curtis was 87. For Amateur Radio Newsline, I'm Andy Morrison, K9AWM. Although Field Day attracted lots of attention in North America, some operators were busy working Field Night, as Mike Askins, KE5CXP, tells us. For many hams in North America, Field Day is part Olympics, part emergency drill, and part camping adventure. It's an annual exercise that also raises our hobby's public profile. In Cicero, in upstate New York, local officials recognized the Liverpool Amateur Radio Club, W2CMX, operating at William Park, and the city of Goose Creek, South Carolina, proclaimed Amateur Radio Week. So many hundreds of hams worked out of the spotlight on June 23rd and 24th, however. Among them, Howard Bernstein, WB2UZE of the Great South Bay Amateur Radio Club, was among thousands working the late night and overnight shifts. As we await results, Howard reminds us that hams are known for losing sleep when they're needed. Great South Bay was short of CW operators because a couple of their very experienced contest operators couldn't make it this year. And there are actually
three CW positions and actually a fourth if you consider that the VHF position is there too. You know, there's 6 meters where you could send CW. And they have to be covered. So I stayed as long as I possibly could without really losing my attention. So it's not so much that I wanted to stay at that hour, but I felt that I had to. Thanks to all the hams who participated, especially those in the off hours. For Field Day updates, keep listening. For Amateur Radio Newsline, I'm Mike Askins, KE5-CXP. Get ready for a winter event from Australia that promises a lesson in sub-Antarctic history. Here's John Williams, VK4-JJW. Australian amateurs are using the call sign VI-70MI to mark 70 years since the establishment of the first Australian National Antarctic Research Expedition radio station on Macquarie Island. They're getting on the air from the Australian mainland, however, not taking a trip to the sub-Antarctic island. The call sign, however, recognises the first radio communication station commissioned on the island on the 21st of March in 1948. That came just months after Australia had established the very first of its sub-Antarctic stations on Heard Island the previous December. Macquarie Island Station allowed expeditioners to spend the winter there and stay connected with the world they left behind, thanks to radio. Presently, there's only one active operator on the island, Norbert VK0AL. Unlike Heard Island, there have been no de-expeditions so far to Macquarie Island. So, if you want to get in on the action without going to any sub-Antarctic extremes, be listening for VI-70MI from hams on the Australian mainland until the 31st of August. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4-JJW. In the world of DX, we remind you that Baker Island De-Expedition is on the air with four stations. Be listening for the KH1/KH7Z team, which has been heard on 160 CW, 40 CW and SSB, and 20 SSB. Pay special attention to 60 meters, where operators expect to be very active. The KH1/KH7Z frequency plan is on the De-Expedition website. The hams will be operating split. Be listening for Dominic, ON4AZP, who is operating holiday style from Senegal, as 6W/ON4AZP. He will be on the air until July 5th. Find him on SSB on 10, 15, 20, and 40 meters. QSL to his home call. You can find Ole, KD7WPJ, operating between July 2nd and July 4th from Santa Rosa Island. Ole will be primarily on 50 megahertz using FT8, CW, and SSB, but will also have some CW QRP operations on IOTA frequencies. To QSL Direct, please send funds to his Livermore address to cover mailing expenses. Daniel, SM0UDH, is in the Maldives through the 9th of July and is activating holiday style as 8Q7DT on SSB and data. QSLs go via his home call. Antonio EA5RM is in Bolivia until the 10th of July using the call sign CP1XRM. He can be found on 40 to 10 meters SSB and data. QSL via his home call sign and also LOTW. For one ham in England, a charity road rally to Spain turned into a mobile activation as we hear from Jeremy Boot, G4NJH. When James Priest, M0JFP, a member of the Chertsey Radio Club, set out with friends on a 1,400-mile four-day charity drive from Dover in the UK to Benidorm in Spain recently, he and his fellow travellers had hopes for great fundraising possibilities for the local Chertsey Children's Hospital. They also took with them a Yaesu FT-857 and an SPX-200 multiband HF antenna borrowed from Moonraker UK Limited. In keeping with the spirit of the charity rally, they drove an old Vauxhall Vectra fitted with stickers and flags and other trappings on the theme of pirate radio, in a mobile tribute to Radio Caroline and Radio Luxembourg. Their destination was Benidorm or Bust, the title given to the main event to benefit women and children's services there. It featured nearly 200 decorated older cars, fellow travellers all driving for the main cause, but also supporting those nearer and dearer to home. The rally left town on the 12th of June, with road and ferry crossings still ahead.
operating as both M0JFP and using the US call sign Whiskey Oscar 2I, James logged contacts into the UK, Germany and France along the way whenever possible. He said that as a smaller team within the larger rally, the pirate radio run raised several hundred pounds for the children's ward of Ashford and St Peter's Hospital. Having logged all those contacts and all those miles, James told Amateur Radio Newsline in an email that it was one of those experiences he'd never forget. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH. With thanks to Allen Labs, Amateur News Weekly, ARIS, the ARRL, Chertsey Radio Club, CQ Magazine, Delvin Bunton, NS7U, George DeWar, VY2GF, Great South Bay Amateur Radio Club, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, James Priest, M0JFP, Ohio Penn DX Bulletin, QRZNow.com, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, N8WB in Wadsworth, Ohio, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2018, all rights reserved. Airline Pilot Guy. As a child, I watched on our old TV in awe as it arrived at the Farnborough Air Show, whereupon the chairman of British United Airways had his large and showy Rolls-Royce offloaded as a demonstration of the size and capability of the new Combi cargo area. The aircraft was the Vickers VC-10, and the reason for my excitement was that my father was waiting to take that very aircraft onto Nairobi later for a commercial flight. Knowing that my dad, a World War II veteran who has featured in several tales, listens to the show, I trust you'll forgive me if I take a look back at one of the aircraft that he loved to fly. The VC-10 took to the air in 1962, a sleek, narrow-body, rear-engined airliner with a commanding and beautifully swept T-tail. It was powered by four mighty Rolls-Royce Conway turbofans, had a length of nearly 159 feet, and its highly swept, slender wing had a span of over 146 feet. It could carry just over 150 passengers in great comfort, and at speeds that modern airliners only dream of, since it could easily cruise at Mach decimal 88. The VC-10 came about to fill a need for the British state long-haul carrier, British Overseas Airways Corporation, to have a medium-ranged airliner that could operate from the high or hot destinations that they flew to, such as Karachi, Singapore, Kano, and Nairobi. With its design faults, the Comet wasn't a serious option, and they had already ordered 15 Boeing 707s, but they were oversized and underpowered for these destinations. The VC-10 was going to be a completely new design with some great concepts. By mounting the engines at the rear, it left the wing clean and able to give its best. However, the weight of wing-mounted engines on the 707 opposed the upward force of lift and reduced the amount that the wing bends. As such, the VC-10 wing would need to be stronger and heavier. The aerodynamic design, however, was groundbreaking. Vickers worked with the Royal Aircraft Establishment, the National Physics Laboratory, and the Aircraft Research Association to develop a supercritical aerofoil section that would reduce drag at high Mach numbers by delaying the onset of shock waves.
In addition, the wing was tuned to delay conventional flow separation, resulting in a wing that was highly efficient at both high and low speeds. When compared with the very conventional shape of the Boeing wing, it was a generation ahead, and the VC-10 could cruise faster and land slower than its main competitor, the 707. With its impressive 32.5 degrees of sweep, the wing had a maximum design Mach of 0.886, but later in its life this was increased to Mach 0.925 and up to Mach 0.94 in a dive. Indeed, the VC-10 claims the fastest crossing of the Atlantic by a subsonic airliner of 5 hours 1 minute between JFK and Prestwick. The VC-10 was one of the few T-tailed airliners that had a natural nose-down pitch in the stall, which was induced by an aerodynamic force created by the engine nacelles, and a case was made for it to fly without a stick pusher. In a stall, the T-tail design is prone to enter a superstall where the tail is blanked by turbulence from the wing and becomes ineffective, preventing recovery. A mechanical stick pusher, automatically activated just before the stall, prevented this possibility, and in the end one was added as a belt and braces safety feature. The early version, dubbed the standard VC-10, had higher than expected fuel consumption, and before long, Vickers, or more correctly by then the British Aircraft Corporation, produced the Super VC-10. This improved model had more powerful engines, an additional fuel tank in the fin to increase the range, and a fuselage stretch to increase the passenger load. It also sported improved Kutchman wingtip designs and engine nacelles that reduced drag and allowed it to cruise higher at the same weight. However, this made-to-measure aircraft was about to be overtaken by the off-the-rack Boeing 707. Built specifically for BOAC's needs, nobody had the imagination to realize that in order to operate the 707 from those worrisome hot high airfields, all that was needed were longer runways, which, over time, were built. By the time the Super VC-10 came along, it was competing directly with the 707 regardless of the destination, and as a consequence, the main customer, BOAC, tried to reduce its orders. The British government intervened, and the well-publicised squabble reduced the order book from other airlines even more. After all, if the main UK airline badmouthed and didn't want the VC-10, there surely must have been something wrong with it, right? In the end, BOAC's chairman, Gerard John Regis Leo de Lange, and managing director Sir Basil Smallpiece both resigned. The new chairman, however, was no breath of fresh air, as he was equally set against the new shiny Vickers airliner. In the end, BOAC purchased only 12 standard versions and 17 supers, but they really hadn't taken into account the popularity the aircraft would achieve both with passengers and crew. It was particularly praised for its comfort, speed, and low cabin noise level, and BOAC obtained higher load factors with the VC-10 than with the 707 or any other aircraft in its fleet come to that. A catchy ad campaign also helped when passengers were asked to try a little VC tenderness. Other airlines were less critical of the aircraft, and over the years it was operated by British United Airways, Ghana Airways, Gulf Air, Air Ceylon, East African Airways, Middle East Airlines, Air Malawi, Nigerian Airways, British Caledonian, Laker Airways, and British Airways. It also served with the military of Oman, Qatar, the United Arab Emirates, and the UK.
By now, Vickers were just looking to cover their costs. They had built the aircraft to BOAC specifications and then been sold down the river, and since this was a private venture by Vickers, they were looking at a huge loss. However, the RAF was about to save the day. In 1960, they'd issued a specification number 239 for a strategic transport and placed orders for a number of VC-10s. They picked up more from BOAC's cancelled orders, and there began a long love affair with the aircraft. It proved to be an excellent workhorse for the military, acting as a transport, an aeromedical and evacuation aircraft, a VIP transport, and an air-to-air refueling tanker. The last RAF VC-10 flew in 2013 when it was replaced by the Airbus A330 Voyager. The VC-10 was a much-loved aircraft and gave rise to many tales of derring do from its crews. A few of the more notable events include a day that was, in its time, known as the blackest day in aviation. Palestinians took control of a BOAC VC-10 as it flew between Bombay and London. It was the 6th of September 1970, and whilst passing over the Middle East, the hijackers forced the crew to land their aircraft at Beirut before moving on to a rough airstrip in Jordan called Dawson's Field. There they joined a previously hijacked TWA 707 and Swissair DC-8, where they and their passengers became part of a group of 310 hostages. A fourth aircraft was hijacked, a Pan Am 747, which, being too large to land in the desert, was forced to land at Cairo, where it was emptied and blown up shortly after touching down. Whilst the hostages awaited their fate, the three Dawson's Field airliners were also blown up, images of which were shown on television around the world. With negotiations involving several countries and complicated by the Jordanian authorities declaring martial law and then initiating military action, it took some time to resolve the situation, but eventually all the hostages were released. However, it was this event that prompted President Nixon to implement the use of armed sky marshals on US aircraft and to investigate the use of X-ray machines at civil airports. In June 1971, a VC-10 was on its way from Buenos Aires to Santiago when it hit a patch of severe turbulence over the Andes Mountains. In the word of the captain, David Phillips, "We dropped like a stone, only to be lifted up again, forced into our seats. The wings tilted until we were, from time to time, flying vertically on our sides." The pilots found it almost impossible to read the flight instruments, but during a lull they were able to see that they were down at 28,000 feet, only a little above the Andes, which reach up to 27,000 feet. Then, after another terrifying bout of turbulence, they were thrown back up to 35,000 feet. The aircraft was tossed onto its side at over 90 degrees of bank and then pitched headlong down towards the mountain peaks, reaching speeds of up to Mach decimal 96 with the high-speed warning blaring. Moments later, the stall warning would be sounding. The severity of the upset caused the power control units on several flight control surfaces to be knocked out of action, leaving the crew with very little control authority. Miraculously, they managed a recovery, resetting the PCUs along the way, and they landed the aircraft safely at its destination. After a ground check, it was dispatched on its next flight home to Gatwick via Freetown. However, during the Freetown to Gatwick leg, an unusual vibration was noticed in the airframe, which increased in severity. On finally landing at Gatwick, it became clear that a part of the leading edge of the stabilizer had detached, and the leading edge spar of the fin was broken.
Furthermore, the wing torsion box had been distorted, with the wingtips now sitting about 4 feet higher than they should. The combined damage required lengthy repairs, and only after several months in the hangar did the aircraft fly again. The incident, however, proved the strength of the VC-10 airframe, as other aircraft in similar situations might well have lost structural integrity and broken up. Certainly, on an airliner with wing-mounted engines, the engine mounting pins would almost certainly have failed as the aircraft was spun around. On another day, in May 1967, a VC-10 was due to fly from Bombay to Nairobi. After a day's rest in Bombay, the flight engineer complained to the captain that he was feeling rather unwell. Unwilling to delay the flight, the captain persuaded the engineer to press on, so they departed on time. However, passing 10,000 feet, the poor chap had dreadful stomach cramps and had to dive into the toilet for an extended stay. He would have been there longer, but at 15,000 feet, they lost power on all four engines. The purser hammered on the toilet door and dragged poor Harry, the engineer, back to the flight deck. By the time he got there, they were descending rapidly towards the Indian Ocean. One by one, he restarted the four engines, and as power was restored, the descent was arrested, and the aircraft resumed its climb. There was one particular passenger who had noticed the engine stop and would not accept the standard story that it was a minor technical hitch. He demanded a large scotch on the house. The failure proved impossible to replicate, and in the end the inquiry had to give up, citing the captain as a most unreliable witness to the events that happened. To end on a more humorous note, a story from a flight engineer. During a long flight, a respected businessman and his wife were travelling in first class. At some point during the flight, the wife, a rather upper-class lady, visited the flight deck and remarked about the aircraft's vintage. A little upset, the flight engineer told the lady that, despite its age, the newest technologies were incorporated in the aircraft. Voice-controlled throttles. Now, for the non-initiated, the VC-10 has two sets of throttles, one on the pedestal in between the pilots and a second set on the corner of the flight engineer's station. The engineer got an incredulous look both from the lady and the pilots, who figured they would let the chap have some fun and quickly went back to staring at their instruments. He went on to explain to the lady that all the pilots had to have their voices recorded for use with the system, as it was quite sensitive. Still getting a questioning look, he asked the pilots to demonstrate. The captain, not wanting to interrupt the game, said, "Number two throttle, back." And to the lady's astonishment, the number two throttle on the pedestal moved back an inch, as the engineer tweaked his own set of levers. The flight engineer then asked her to try it, and strengthened by the demonstration, she cautiously said, "Number two, throttle back." But sadly, nothing happened. It was explained that she had to get a bit closer, as the system probably didn't pick up her command. A second try didn't get a result either, and now the engineer suggested that she lowered her voice a bit to better emulate the pilot's voice. Both pilots were now staring intently outside, doing their best not to laugh out loud, as the image of the lady on her knees behind the pedestal speaking to the throttles in a lower tone as she could. This, of course, only got worse when she became ecstatic at the first sign of a throttle moving under her command. It must have been the combined shaking and the muffled sounds of laughter that emanated from the crew that finally made her realize that something was wrong, the end result being an angry visitor storming back to the cabin, leaving the flight deck filled with laughter.
Hallo, grüß Gott, servus, guten Tag und moin moin, liebe YLs, XYLs, SWLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 26 des Deutschen Amateurradioclubs für die 26. Kalenderwoche 2018. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Amateurfunk pur, Schüler funkten mit der ISS. ARDF-Jugendweltmeisterschaft in Tschechien. Helfer werden im WRTC-Team 2018. Dann ist eine neue Ausgabe des HF-Managers Handbook erschienen. Dann gibt es einen Fernsehbericht über die Funkstation am Herzogstand. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Erstes Thema im Deutschlandrundspruch: Amateurfunk pur, Schüler funkten mit der ISS. Gegen 12.32 Uhr Ortszeit hatten Schüler des Schickhardt-Gymnasiums Herrenberg und des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Leverkusen direkten Funkkontakt mit Alexander Gerst, Kilo Foxtrot 5, Oscar November Oscar auf der internationalen Raumstation ISS. Unter Delta Lima 0 India Lima, DL 0 IL und Delta Lima 0 Sierra Golf Hotel, DL 0 SGH stellten sie dem deutschen Astronauten Fragen auf der Frequenz 145,800 MHz. Durch den Überflug über Zentraleuropa waren die Antworten von der ISS in ganz Deutschland auch mit Handfunkgeräten gut zu empfangen. Alexander Gerst antwortete kompakt, aber informativ auf Fragen der Schüler, beispielsweise, ob es auf der Raumstation Internet gäbe, wie Kerzen in der Schwerelosigkeit abbrennen oder ob man von der ISS direkt zum Mond fliegen könne. Die Schüler waren nach dem Amateurfunkkontakt voll des Lobes. So eine Möglichkeit hat man vielleicht nur einmal im Leben, hieß es da, oder wir können alle stolz darauf sein, was hier heute stattgefunden hat. Großen Dank richteten die Schüler vor allem an die beteiligten Funkamateure. Vor Ort wurde der Kontakt in den Schulen mit Rahmenprogrammen begleitet. Zur Einstimmung hatten die Schüler am Schickhardt-Gymnasium Herrenberg vorab ein sehenswertes Video produziert, das man über YouTube abrufen kann. Der nächste Schulkontakt mit der ISS ist mit dem Kardinal-Frings-Gymnasium in Bonn geplant. Dieser soll im Zeitfenster vom 2. bis 6. Juli stattfinden. ARDF-Jugendweltmeisterschaft in Tschechien. Am 30. Juni reisen 7 deutsche Teilnehmer zur ARDF-Jugendweltmeisterschaft ins tschechische Doxy, wo insgesamt 125 Jugendliche aus 12 Ländern aufeinandertreffen. Für 6 der 7 DARC-Starter, darunter 4 Mädchen, ist es die erste internationale ARDF-Meisterschaft. Neben den beiden klassischen Wettbewerben auf 80 und 2 Meter sind die Deutschen in diesem Jahr besonders auf den Sprint-Wettbewerb gut vorbereitet. Jugendbetreuerin Katrin Berse hat mit Unterstützung von Sponsoren und Fördervereinen für neue Mannschaftskleidung gesorgt. Die ARDF-Jugendmeisterschaft, die zum zweiten Mal als WM ausgetragen wird, ist eines der erfolgreichsten internationalen Jugendprojekte in der IARU Region 1. Helfer werden im WRTC-Team 2018. Youngsters on the Air, YOTA, bekommen die einmalige Gelegenheit, hautnah bei der Amateurfunk-Olympiade vom 12. bis 16. Juli in Wittenberg dabei zu sein. Die Organisatoren der World Radio Sport Team Championship, kurz WRTC, bieten in diesem Jahr 20 Jugendlichen im Alter von 16 bis 26 Jahren an, als Helfer die weltweit bekanntesten Contester zu treffen und mit ihnen ein Eyeball QSO zu führen. Sei ein Teil des Youngsters on the Air Teams bei der WRTC 2018 in Deutschland. Wie kann man teilnehmen? Die Zeitplanung findest du in der Ausschreibung auf der Webseite des DARC AJW-Referates. Wenn du teilnehmen möchtest, dann registriere dich über das Internet. Fragen werden per E-Mail beantwortet. Die WRTC findet alle 4 Jahre in einem anderen Land statt. Am IARUHF Championship Contest nehmen 63 Teams aus aller Welt teil, um den Weltmeister unter sich auszumachen. Darüber berichtet AJW-Referent Gerrit Herzig, Delta Hotel 8 Golf Hotel Hotel, für das YOTA PR-Team. Neue Ausgabe des HF-Managers Handbook erschienen. Die neue, nunmehr 9. Ausgabe des HF-Managers Handbook der IARU Region 1 steht ab sofort zum Download bereit. Sie enthält hauptsächlich Änderungen, die während der IARU Region 1 Konferenzen in Kaftat 2008, Sun City 2011, Varna 2014, des Zwischentreffens in Wien 2016 und Landshut
2017 vereinbart wurden. Im Vergleich zu älteren Ausgaben wurde die Struktur der Kapitel überarbeitet, um den Inhalt für interessierte Leser zugänglicher zu machen. Das Handbuch ist hauptsächlich als Leitfaden für die HF-Manager der nationalen IARU-Mitgliedsverbände gedacht. In einigen Fällen kann das neue Handbuch aber auch als Nachschlagewerk verwendet werden. Darüber hinaus enthält es einige historische Artikel, um die Entwicklung in Sachen Kurzwelle deutlich zu machen. Das Handbuch gibt schwerpunktmäßig einen Überblick über Empfehlungen der IARU, die sich auf den praktischen Kurzwellenbetrieb konzentrieren. So findet sich beispielsweise der aktuelle Kurzwellenbandplan im Kapitel 3 und technische Standards in Kapitel 4. Die neue Ausgabe umfasst 92 Seiten und ist auf der Webseite der IARU Region 1 abrufbar. Darüber berichtet der DARC-HF-Referent Tom Kamp, DeltaFox.5, Juliet Lima. Fernsehbericht über die Funkstation am Herzogstand. Am kommenden Sonntag, dem 1. Juli, wird ab 17.45 Uhr im bayerischen Fernsehen ein Bericht über die ehemalige Funkstation am Herzogstand gesendet. Die Funkstation mit ihrer sogenannten Bergantenne nahe dem Walchensee und dem Kochelsee war ursprünglich für Langwellenfunk gedacht. Nachdem die Kurzwelle für die weltweite Kommunikation genutzt wurde, haben Professor Zenneck und seine Mitarbeiter dort Ionosphärenforschung betrieben. OM Martin Rothe, DeltaFox.3 Mike Charlie, hat zusammen mit Herrn Renner die Geschichte der Station und die Forschungsergebnisse recherchiert und mehrere Dokumentationen erstellt. Zuletzt wurde das umfassende, reichlich bebilderte Buch »Die Funkstation am Herzogstand« herausgegeben. Interessierte wenden sich an das Walchensee-Museum in Urfeld. Darüber berichtet Matthias Wendt, Delta Lima 9, Mike Whiskey Echo, in einer E-Mail an die Redaktion. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, am 1. Juli, da läuft in Kanada der RAC Canada Day Contest. Am nächsten Wochenende, 7. bis 8. Juli, da laufen der DLDX-RTTY-Contest, der Original-QRP-Contest, der DARC-VHF-UHF-Mikrowellen-Contest und der Marconi-Memorial-HF-Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Ausgabe 7/2018 auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 26. Juni, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1 VDL. Zunächst der Rückblick vom 19. bis 25. Juni. Die beiden Sonnenflecken 27.13 und 27.15 produzierten ein paar kleine B-Flares, letztere Region auch einen C-Flare am 21. Juni. Der solare Flux schwankte um 7 Einheiten, startete bei 77 und hatte ein Maximum von 82 und fiel Anfang dieser Woche zurück auf knapp unter 75 Einheiten. Ständig wehender Sonnenwind sorgte im Wechselspiel mit der sporadischen E-Schicht dafür, dass auch die oberen Kurzwellenbänder brauchbar öffneten. In den positiven Phasen vor den kurzen geomagnetischen Stürmen am 18. und 23. Juni waren 20, 17 und 15 Meter sowohl nach Japan als auch Nordamerika brauchbar. Die transäquatorialen Funkwege konnte man fast täglich nutzen. Dank der sporadischen E-Schicht bestanden an einigen Tagen gute Short-Skip-Bedingungen zwischen 20 und 6 Meter. Diese etwas optimistisch klingende Zusammenfassung aufgrund der Logbuchdaten von DL1 VDL kann natürlich die insgesamt miese Kurzwellenausbreitung nicht beschönigen, die für die beginnende Kilo Hotel 1 der Expedition viele Fragen offen lässt. Vorhersage bis zum 3. Juli, wir erwarten Fluxwerte zwischen 70 und 75 Einheiten. Das geomagnetische Auf und Ab setzt sich bis etwa zum 30. Juni fort, sodass wir keine günstigeren Ausbreitungsbedingungen erwarten können, als sie in der vergangenen Woche waren. Eventuell sind in einer möglichen positiven Sturmphase am 28. und 29. Juni die Bedingungen auf 30, 20 und 17 Meter etwas angehoben, sodass man früh, kurz nach unserem lokalen Sonnenaufgang, über den Nordpol mit der Südsee funken kann. Zumindest war in der letzten Woche Hawaii regelmäßig morgens zu hören. Die Abendöffnung ist kürzer und das Pile-up aus Nordamerika ist dann bei Kilo Hotel 1 lauter als das von Europa. Die sporadische E-Schicht bildet sich wieder häufig aus und belebt die Bänder meist durch die Stationen von der Fußball-Weltmeisterschaft.
Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 19.34 Uhr, in Ostaustralien um 21.36 Uhr, in Westaustralien um 23.17 Uhr, in Singapur geht die Sonne auf um 23 Uhr und eine Minute, in Japan um 19.26 Uhr, auf Hawaii um 15.51 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 12.20 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 4.55 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 12.49 Uhr, auf den Falklandinseln um 12.06 Uhr, in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 2.44 Uhr Weltzeit und auf Baker Island um 17.44 Uhr. Sonnenuntergang USA Ostküste 0.30 Uhr, USA Westküste 3.36 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.30 Uhr UTC. Auf den Falklandinseln um 19.54 Uhr. Auf Hawaii um 5.16 Uhr. In Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenuntergang um 7.38 Uhr UTC. In Johannesburg in Südafrika um 15.25 Uhr. In Neuseeland um 5.12 Uhr, in Berlin in Deutschland um 19.33 Uhr und auf Baker Island, dort verschwindet die Sonne um 5.21 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot, Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Meldungen für den Deutschland-Rundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihre Mitgliedsnummer und Ihr Passwort stets griffbereit auf. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. Und an alle Mächers, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.